Je hebt dus een kanaal, de Video Studio. Die maken voornamelijk video's over allemaal YouTubers en hoe ze groot zijn geworden. Of juist hoe ze weer klein zijn geworden. Ik had op een gegeven moment een keer gereageerd als groot fan. Doe ook een video over mij. En dat is dus nu gebeurd. De chemische formule voor Rick Broers succes. Serpent gameplay. Ik vind dat het eigenlijk wel jammer dat het niet een negatieve video is over waarom ik nu kut ben. Maar ja, dat, blijkbaar ben ik niet kut genoeg daarvoor. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe hij mijn hele YouTube-carrière heeft samengevat in 14 minuten en 31 seconden. Volgens YouTube heb ik hem al gekeken, maar ik heb even gauw doorheen geklikt. Ik was gewoon benieuwd welke beelden die gebruikt zijn, maar ik heb eigenlijk niks gezien. Ik ben dus vooral gewoon heel benieuwd wat hij over mij gaat vertellen. Wat zijn nou echt de highlights? En klopt het allemaal een beetje? Dat kan ik hier mooi uit eerste hand bevestigen of ontkrachten. Laten we beginnen. De man die een jaar geleden bijna 3 maanden lang heeft gelivestreamd. Cool, hè? En tijdens zijn carrière ook nog een bachelor en master scheikunde heeft afgemaakt. Vergeet dat niet. Ik doe helemaal niks met die bachelor en master, maar je kan in ieder geval zeggen dat je het hebt gedaan. Ja, een beetje zonde van je tijd, 6 jaar studeren daarvoor. Maar je kan in ieder geval zeggen, ik ben niet volledig dom of zo. Dus dat is fijn. We hebben het vandaag over de 28-jarige Twitch-streamer en YouTuber Rick Broers. Heel blij dat hij het knakworst-streamfragment erbij haalt. Waar ik voor het eerst liet zien dat je knakworsten kan verwarmen met een waterkoker. Beter bekend als Serpent. Ik zeg zelf eigenlijk nog steeds gameplay. Wat fijn dat hij dat wel gewoon met respect behandelt. Serpent. Van simpele Minecraft-filmpjes naar uitgebreide onderzoeken en soort van theaterproducties. En iedereen die meekijkt op de stream van Rick zelf, abonneer even op ons beiden. Dat is slim. Hij voelde hem al aankomen. Als iets van, nou ja, kijk, als je een beetje kijkt naar de video's momenteel op zijn kanaal, is dit echt de slechtst presterende video. Hij is ook wel minst oud. Maar ja, in 2 dagen 800 views, weet je, ja, Raski deed het echt wel beter. Dus een oproep naar de kijkers, abonneer. Slim. Ik ben dus vooral echt heel benieuwd. Ik zou zelf denk ik echt niet weten welke specifieke punten ik zou aanhalen als ik mezelf zou moeten samenvatten in 14,5 minuut. Echt geen idee wat echt de belangrijke kantelpunten zijn en zo. Rick is geboren op 8 augustus 1995 in het pittoreske Alkmaar. Wel het ziekenhuis hoor, dus voor de rest, hè? Wat belangrijk detail. En je verwacht het niet, maar ook Rick is begonnen met het uploaden van Minecraft video's. Maar daarnaast maakte Rick ook tal van andere random series. Waarvan eentje heette My Boyfriend. De video's waren een mix van playthroughs en hij wist een vaste groep kijkers aan zich te binden. Even eens gauw terug hoor. Is het nou die video waar ik een Napoleon snoepje snuif? Een hele specifieke video om erbij te pakken en dan niet het daadwerkelijke snuiven van de zure inhoud van de Napoleon te laten zien. Wat een topvideo was dat. Het zouden echt meer mensen moeten doen. Krijg je flinke bloedneuzen van vooral. De eerste video waarin we Rick zijn gezicht dan konden zien uit die tijd was een 24 uur livestream aankondiging. Samen met een random kerel genaamd Geeksies. Geeksies? Gig Kees, man. Ik denk dat Kees te weinig respect krijgt. Zonder hem was ik nooit geweest waar ik nu was. Hij had een tijdje lang een Pokémon gastrol bij dus David Games. Toen werd hij gevraagd voor Banjo Town, een gamekanaal van Bardo Allens, de grote YouTuber. Toen zei Kees, ja, ik zit al bij DDG. Misschien is Rick wat voor jou. En zo zijn Bardo en ik met elkaar in contact gekomen. En ja, misschien ook wel leuk om iets te zeggen. Bardo was eigenlijk mijn grote inspiratie om te beginnen met YouTube. Ik wilde eigenlijk sketches maken op een kanaal genaamd Meters. Dat ging echt totaal niet. En toen zag ik op een gegeven moment Milan Knol met DarkSAD gamevideo's maken. En ik denk, nou, dit ziet er best makkelijk uit. Dit kan ik ook. En zo ben ik er een beetje ingerold. Overigens ook wel benoemenswaardig. Het kanaal begon met 2 personen. Ik vind dat wel een heel belangrijk punt dat even overgeslagen wordt. Het was oorspronkelijk een kanaal van mij en mijn hele goede vriend Jur. Alleen ik denk dat ik op een gegeven moment toch ja, iets fanatieker was of zo. En zo zijn denk ik een beetje op een gegeven moment onze wegen gescheiden door mijn fanatiekheid, denk ik. En Rick begon ook met het uploaden op het Dus David Games kanaal. En behaalde na ongeveer 7 maanden de 1000 abonnees. Ik ben zo fan van die oude YouTube overlay waar je dus niet alleen een balk kon kiezen. Maar ook zo'n heel zijpaneel waar ik dan allemaal gamepersonages uit liep ploepen. Zo jammer dat YouTube dat heeft weggedaan. Het was zoveel meer dat je kanaal echt een soort eigen omgeving was. Dit was echt vet. Breng dit terug. Wat de video van vandaag wat lastiger maakt is het feit dat Rick vanaf ongeveer het begin van zijn carrière al aan het livestreamen was op Twitch. Ik vind het zelf ook echt heel moeilijk wanneer ik nou echt ben begonnen met streamen of zo. Want in 2012 heb ik voor het eerst een keer een streampje aangezet. Maar dat was eerder een 1 keer per half jaar dingetje. Toen op een gegeven moment werd het een beetje 1 keer per week. En het is heel erg subtiel ingeslopen. Dus heel veel streamers zeggen, oh, toen ben ik echt begonnen.
Ja, dat punt heb ik zelf ook niet echt meer. Ik ben echt compleet kwijtgeraakt. Ik zou zeggen dat ik pas echt hardcore ben gaan streamen. Dat echt groter werd dan ja, de liefde en aandacht die ik soms in mijn YouTube-kanaal stopte vanaf 2020 misschien een beetje. Ja, ook wel door COVID en dat toen in één keer best wel mensen in één keer kwamen kijken. Ja, wanneer het echt begonnen is gewoon met Anzich live gaan genen. Al deze streams zijn helaas niet meer te vinden. Oh, en ja. Ik heb het dus ook niet mee kunnen Niks nemen ouder dan in drie mijn maanden. Onderzoek. Vanaf 2013 begon Rick dan ook erg snel te groeien. Hij ging meer livestreamen en uploadde ook steeds vaker livestream highlights op zijn kanaal. Ik zie er hier zo verdrietig en uitgeput uit. Terwijl hier ben ik waarschijnlijk verdrietiger en uitgeputter. Het is toch je belichting en zo, dat je dat een beetje kan verhullen, toch? Prachtig. Hij behaalde dan ook de 10.000 abonnees in begin 2013 en heeft toen een tweede kanaal aangemaakt. Wat hier precies de bedoeling van was, is voor mij niet helemaal duidelijk, want hij uploadde hier gewoon gamingvideo's op. Leuke, Serpent Game 2, wat was daar het nut van? Ik was vooral heel erg paranoïde. Mijn YouTube-kanaal was mijn alles. Wat als YouTube mijn kanaal verwijdert? Dan ben ik alles kwijt. Wat nou als ik alvast een tweede kanaal heb waar een deel van mijn abonnees alvast zijn? Stel ze verwijderen Serpent Gameplay, heb ik meteen al een soort klein grondje om op verder te bouwen. Op een gegeven moment viel die angst wel een beetje weg. Maar als ik dan video's had waarvan ik denk, je vindt het eigenlijk net niet goed. Maar ik flikker toch bijna alles online. Dan ging dat naar dat kanaal. Dat was een beetje een trucje, denk ik. Het ging erg goed met het kanaal en Rick besloot de kijkers wat terug te geven bij iedere behaalde 1000 abonnees. Zo was de eerste challenge die hij ging doen. De binnenkant van een Napoleon opzuiven. Kijk hier maar eventjes mee. Hij heeft het toch wel laten zien wat goed. Ik ga het maar gewoon proberen. Heb je mijn microfoon aan de kant? Nee, ik ben het nu voor het eerst eens met mensen die zeggen, vroeger was Serpent Gameplay beter. Vroeger was Serpent Gameplay toch wel beter. Hoe de fuck verzin je dit? Wat is jouw probleem, gast? Ja, oh. Ah, brand. Oh. Die microfoon en die beker, die heerlijke schuif. Oh, dat waren de tijden, man. Dat waren de tijden. Ah, oh, dat brandt. De challenges hielpen wel behoorlijk, want de subonnees, zoals Rick ze toen noemde, stegen steeds sneller en sneller. Rick begon dan ook met het verkopen van super gave merchandise. Of, nou ja, oordeel hier zelf maar over. Die had iemand gisteren aan bij de cancel show, hè? Zo cool. Eén gozer had deze aan, het Gaas Kaas Vaas Far Cry 3 shirt. En ik had toen ook een shirt met Nazi Zombies, gebaseerd op de Nazi Zombies serie. Die had ook gewoon iemand aan de cancel show. Dat is echt merch van 8 jaar geleden die ik zelf niet eens ooit gekocht heb. Want waarom zou je? En het uploaden van willekeurige vlogjes, als ik het zo goed zeg, op zijn kanaal. Hoi. 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 Ik neem een video op, mama. Dus ik moet deze vlogs echt een keer gaan kijken. Dat is easy reacting content. Ja, dit is echt gewoon, kan makkelijk op dit kanaal, joh. Ik ga hier wel goed op deze ongeknipte chaos. Een beetje kijken hoe mijn leven was echt 10 jaar geleden of zo. En dan gaan we naar het jaar 2014. Het jaar waarin alles veranderde voor de toen 18-jarige Rick. Nou, ik weet al wat er gaat komen, dit is niet leuk. Hij uploadde op dit moment nog steeds allerlei random filmpjes en series. Maar dan ergens in de zomer... Ergens in de zomer 10 gifted van Popco Venstra. Dat is dan wel weer een heel stuk feestelijker dan wat eraan zat te komen, kan ik je vertellen. Ergens in de zomer overlijdt Rick zijn vader in een auto-ongeluk. Motorongeluk. Ik weet niet wat de exacte taalkunde hierin is, ook een beetje raar om hier nu over in discussie te gaan. Maar bij overlijden denk ik toch meer aan een natuurlijke dood. En dan in dit geval zou ik eerder zeggen dat sterft misschien het juiste woord is. Nou, maakt niet uit. Zijn vader, Gerard Broers, was een wereldkampioen, windracer. Er is zelfs door Racing Aeolus een innovatieprijs naar hem vernoemd, die hedendaags nog steeds wordt uitgereikt. Weet ik eigenlijk niet. Ik ben er wel heel benieuwd eigenlijk. Oh, wauw. Ik had geen idee. Vanaf 2014 wordt de Gerard Broers innovatieprijs uitgereikt, vernoemd naar de in dat jaar overleden winnaar van 2013. Voor de mensen die dus niet bekend zijn, het evenement is dus wagens maken die tegen de wind inrijden op windenergie. En hij ging dan vaak met hogescholen en universiteiten helpen dat soort wagens te bouwen. En dan kwamen meerdere hogescholen en universiteiten met hun wagens. En namen ze tegen elkaar op. Ondanks alles bleef Rick dus gewoon doorgaan met het uploaden. En begon hij ook aan zijn bachelorstudie scheikunde aan de Universiteit van Amsterdam. Tegelijkertijd werd de kwaliteit van zijn video's ook steeds beter. Ja, het was zo slecht dat beter maken was wel echt heel makkelijk ook. Naast deze series uploadde Rick ook random verhalen. Hierin was wel te merken dat Rick iets opener was dan sommige andere YouTubers. Een vape. Ik vape hier gewoon al, hè.
Dit was zo'n soort hervulbare vape. Ik had echt een kleine vape-fase voordat het cool was, hè. En ik dronk in deze periode echt wel standaard 5-6 blikjes energy drink per dag. Dat mijn lichaam dat pakte is echt gewoon knap. Ik heb echt een paar jaar gewoon echt alleen maar gewoon energy drink en frikandelbroodjes gegeten overdag. En dan s'avonds eten van mama. Zoals de verhalen die hij in deze video vertelt. In laatste schreeuw naar nood. De Albert Heijn tas bij mijn voeten gepakt. En die volgekotst. Maar ook echt, ja, de tas. En zeg maar, de tas zat letterlijk echt goed vol. Ik vind die gewoon uiteindelijk zo vet. Ik weet dit verhaal nog zo goed. Het was een schuurfeest van een klasgenoot. Je moest hier 10 euro entree betalen. Maar het was dan drank gratis. Ik ben nog nooit in de buurt gekomen van hoeveel bier ik toen gedronken heb. Ik heb toen in een redelijk korte tijd 20 bier gedronken. Want ik wilde het geld eruit halen. En toen werd ik opgehaald door de ouders van een vriend van mij. En echt een hele Albert Heijn boodschappentas gewoon volgekotst. Legendarisch verhaal. Ik had laatst bij Oktoberfest de hoeveelheid van 8 bier. En ik trok het gewoon nog niet. Ik vind het echt knap ook gewoon. Dat mijn lichaam dat trok. Vet. In deze tijd begon Rick ook met de miniserie. Ik rook mijn laatste sigaret. De miniserie. Check the fucking stream. Wacht even. Titel, zojuist echt gestopt met roken. De timing is wel echt heel goed momenteel. Dit is eng bijna. In 2017 kwamen dan ook de XXL Gameplayer terug op zijn kanaal. Onder de trouwe fans van Rick was het ook een erg geliefd format. En hij had op dat moment dan ook al de 70.000 abonnees. Even een extra klein dingetje. De XXL Gameplay was dus eigenlijk de reden dat ik naar Banjo Town ging. Om de XXL Gameplay te doen. Toen op een gegeven moment is Banjo Town een beetje leeggebloed. Toen dacht ik, nou ja, dan doe ik het wel op mijn eigen kanaal. In dit jaar kwam Rick zelfs ook in het nieuws omdat hij een aanslag wilde plegen. Kan gebeuren, jongens. Overkomt de beste van ons. Kleine aanslag. Hij gaat het vast even nuanceren. Althans, dat stond op zijn Twitter die gehackt was. Niet gehackt, het was een fanaccount die tweette, ik ga een aanslag plegen in de Efteling. Dat fanaccount heette gewoon Serpent Gameplay Fan 69 of zo. Politie moet natuurlijk onderzoek doen, want ja, waarschijnlijk is het een grapje, maar voor hetzelfde geld serieus. Die googelen gewoon Serpent Gameplay. En toen kwamen ze bij mij uit en toen kwamen ze bij mij aan de deur. En toen moest ik zeggen, ja maar jongens, dat is een fanaccount. Mensen zijn super groot fan van mij en terrorist. En toen, Ja, de politiemensen snappen echt niks van internet, joh. Maar gelukkig is het allemaal goed afgelopen. Op een zeer foutief nieuwsbericht. Na dan. Als gewoon een artikel waar ik zelf de feiten van heb. Als je daar al 5 fouten in maakt. Het is wel echt heel erg hoeveel fouten dit zijn inderdaad. Twitteraar dreigt met aanslag in de Efteling. Politie staat op de stoep bij 3 YouTubers. Dat is gewoon niet waar. En er zijn 3 mensen in Nederland met de naam Rick Broers. Dat zijn Rick Broers. Ik heb toevallig laatst trouwens een van de 2 Rick Broers ontmoet bij Café de Prins in Tilburg. Hij was echt totaal niet enthousiast en het boeide hem echt helemaal niks. Maar ze wisten dus niet wie van de 3 Rick Broers Serpent Gameplay was. Zijn ze gewoon bij alle 3 gekomen. En het zijn niet 3 YouTubers. Maar het hele artikel was echt een gatenkaas van fouten. Wel interessant terug te zien misschien. Ondanks dat hij al redelijk succesvol was, besloot Rick toch nog door te gaan met studeren. En een master scheikunde te gaan doen. Hij dacht zelfs dat hij erna gewoon een baan ging nemen. Een scheikunde master is dan ook niet voor iedereen weggelegd. En daarom kunnen we, in de goede zin van het woord, best wel zeggen dat Rick een nerd is. Zo onnodig ook gewoon. Dit is gewoon pijnlijk. Maar oké, ik vind nerd altijd wel een compliment. Nerds zijn in ieder geval intelligent of zo. Tuurlijk ben ik een nerd, gast. Prima. Iets wat hij zelf ook toegeeft in een van zijn video's over meeteenheden. Kijk maar even mee. Er zijn wel een heleboel nerdy dingen waar ik redelijk lekker warm voor loop. In het jaar 2018 begon de content van Rick ook nog meer te veranderen. Waar hij tot nu toe vooral games livestreamde op Twitch en uploadde op YouTube, begon hij met het uploaden van experimentele video's op zijn YouTube kanaal. De eerste video hiervan ging over het manipuleren van de top 2000. Had ik gewoon als een van de eerste bedacht, hè. Dit was nog voor de bankzitters, zeg maar. Ik zou zeggen, best een oké samenvatting. Hij pakt wel een beetje willekeurige stukjes eruit. Je denkt, ja, is dit nou specifiek relevant? Maar je moet er wat vertellen. Je krijgt een leuk beeld van wat ik allemaal een beetje gedaan heb. Er zitten echt wat dingen tussen van je dacht, oh ja, dat was ook echt wel een ding. Dus dat vind ik echt wel tof. Rick startte 2019 met een echte klapper van een video. De biertest. Oh, de biertest. We moeten het echt binnenkort op stream opnieuw doen. Ik was er redelijk van overtuigd dat ik al deze bieren wel uit elkaar kon halen. En ik had er gewoon geen enkel goed. Ik had zelfs Heineken niet goed. Ik had zelfs Amstel niet goed. Het punt was wel echt dat mensen denken dat ze zoveel weten van bier. En oh, Heineken, slootwater, dit, dat. Ik bakte er echt niks van. En ik drink nu veel minder bier dan toen. Ik zou het heel knap vinden als ik het nu wel zou kunnen. Maar wel benieuwd. Rick was ondertussen zo'n groot streamer dat hij de Dutch Stream Award had gewonnen. Dit zorgde er ook voor dat het YouTube-kanaal van Rick steeds meer een achtergrondzaak was. En een plek om de stream highlight op te kunnen uploaden. Nou,
achtergrondzaak zou ik niet willen zeggen, maar... Op een gegeven moment werd ook wel het ding dat ik begon overwegend mijn grootste deel van mijn inkomen uit streamen te halen. Ik vond eigenlijk het streamen ook veel leuker dan de YouTube-video's, die eigenlijk alleen maar steeds slechter bekeken werden. En ja, nu recentelijk is het bijna weer een beetje geflipt, dat ik juist weer heel veel liefde in de YouTube-video's stop en nog steeds heel veel stream, maar ik mis wel een beetje die vernieuwing of zo, de innovatie, de gekke dingen doen en zo. Dat is de afgelopen maanden vooral ontbreekt het wel een klein beetje. Dingen zoals de jachtseizoen liftstream en koffer of geen koffer, dat soort dingen, dat mag alweer een beetje terug. Juli 2020 dan eindelijk compleet klaar met zijn master scheikunde en is hij zich fulltime gaan richten op zijn internetcarrière, als ik het zo kan noemen. Ik heb op een gegeven moment heb ik best wel een paar jaar lang geroepen van ik wil nooit fulltime YouTube en Twitch doen, dat lijkt me echt verschrikkelijk. Ja, dat leek me gewoon een beetje triest of zo en dan... Ja, ben je zo financieel afhankelijk van de gratie van willekeurige mensen op het internet die je maar net wat geld moeten gunnen of zo. Vond ik onhandig. Het lijkt me ook wel fijn om een soort ritme te hebben. En ik vind streamen toch ergens ook wel een beetje altijd een eenzaam iets. In de zin dat, ja, er kijken heel veel mensen, maar dan zie je toch ook alleen in een kamertje. En dat is ook zeker weer waarom ik nu met de leraaropleiding bezig ben. Omdat ik merk dat ik het echt heel fijn vind om op die school te zijn. Daar lekker met collega-docenten te sparren en die leerlingen beter te motiveren en te helpen. Ik vind het echt heel erg fantastisch. Dus op een gegeven moment zie ik mezelf de komende jaren ook wel, ja, wel lesgeven, maar niet te veel. Dus gewoon 1 of 2 dagen in de week. En op een gegeven moment, als al het internetgeld niet meer binnenrolt, dan gewoon lekker fulltime. Dat je dat gewoon lekker een beetje zo kan schakelen of zo. Eerst de leraaropleiding even afmaken de komende 1,5 jaar. Dat wordt eventjes flink strijden vooral. Ik ben afgestudeerd voor mijn masters. Vond deze look eigenlijk nog wel leuk? Gebeurt wel net iets te veel met een geel shirt, paars overhemd en dat witte haar en die bril, maar... Ik vind het nog wel schattig of zo. Of hier gingen er allemaal dingen veranderen. Simpelweg, alles werd eigenlijk gewoon beter. Hij kocht een nieuwe camera. Nog steeds deze. Een microfoon. Nog steeds deze. Verbeterde zijn backdrop en de belichting. Niet meer gelukt. De belichting is wel, ja, ook niet heel goed momenteel. Rick ging voor het eerst verhuizen in dit jaar en samenwonen met zijn vriendin. Tijdens het verhuizen ging alleen niet alles over rozen. Zo heeft Rick een zeer lange tijd op een matras op de grond gelegen. Man, dit verhaal was echt insane. We hadden dus een bed gekocht op Marktplaats. Die chick zei, is 1,80, we hadden een lattenbodem, we hadden een matras. Wij kopen dat bed, helemaal busje en zo, naar huis brengen. Wij zetten dat fucking bed in elkaar. 1,60 meter. Je meet toch eens? Nee, als ik iets koop op het internet, ga ik niet ervan uit dat iemand de verkeerde maten meegeeft. Nooit in me opgekomen om bed daadwerkelijk te meten. Ik denk dat ze echt wel gewoon dachten dat het 1,80 was, maar ze wisten het gewoon niet helemaal. We hebben het gewoon ingevuld, joh, boeien. Jullie lopen allemaal stoer te doen, joh, dat zou ik gewoon meten. Nee, je had nooit wat gemeten, joh, echt bek aan. Wat wel een grandioos succes was, was de allereerste subbeton van Rick. Hij had bij deze eerste versie een maximum tijdsduur van 2 weken gezet. Dit had met name te maken met zijn YouTube-kanaal. Rick wilde namelijk deze carrière op YouTube niet weggooien voor zijn subbaton. Nou, dat was eigenlijk iets veel lulligers eigenlijk. Ik had die subbaton inderdaad zo in de kerstvakantie, maar ik had met vrienden afgesproken om bij mij thuis te gourmetten. En dat waren gewoon vrienden, die zag ik al niet zo vaak. En dan was het al, hey Rick, kom je chillen? Zei ik, nee, ik ben werken. En ik had die gourmetdatum staan en ik vertikte het eigenlijk gewoon om met mijn vrienden gourmetten af te zeggen voor weer mijn werk. Zoveel geld weggegooid, gewoon puur omdat ik weigerde last minute af te zeggen. Blijf wel de beste subbaton, denk ik. En toch wel, op het moment dat je dus 3 maanden lang live gaat, op een gegeven moment ben je gewoon kapot. Je moet ook gewoon tijd hebben om op te laden. Ik merk dat nu ook, dat als ik gewoon even 2 dagen niet gestreamd heb, dat ik veel meer energie heb en dingen heb om te vertellen en zo. Terwijl als je alleen maar aan het livestreamen bent, als je alleen maar aan het maken bent, dan komt er gewoon niks meer uit. Je moet ook een beetje als een spons dingen om je heen een beetje opnemen en dan die spons uitknijpen. De kwaliteit ging heel erg omhoog, maar de kwantiteit ging wel heel erg omlaag. Hij uploadde een stuk minder in deze periode, maar kreeg wel veel meer views per video in 2021. Ik had een tijdje met mijn kanaal dat ik echt wel per Minecraft video gewoon 20.000 views kreeg, want Minecraft was hype. Dus op een gegeven moment was ik echt wel tevreden als een video 5.000 views haalde of zo. Toen ging ik een beetje spelen met een beetje wat meer kwaliteit en toen kwamen voor het eerst echt video's weer boven de 10.000 weergaven kwamen. Dat was echt vet gewoon. En pas in januari was het eigenlijk zo dat vooral met betere thumbnails en misschien nog net wat meer liefde en aandacht echt alle video's in 1 keer boven de 20.000 zaten. En sindsdien ja, ook weer veel meer met YouTube bezig. Eigenlijk pas de afgelopen 9 maanden dat het YouTube-kanaal in één keer weer heel hard gaat. En dan schaak ik toch een beetje daartussen of zo.
En dan komt 22 en was Rick gelukkig weer zo gek om een subathon te doen. Alleen niet alles ging goed in deze livestream. Hij heeft een aantal kleine ruzies gehad toen hij in het openbaar was. Zoals dit onhandige moment in het winkelcentrum. Wil je nou echt zo boos op jou? Wat mijn moeder? Niks van mijn moeder! Oh, sorry gezegd, wat wil je van me? Ik zei wel sorry. Die blijven me zo achtervolgen. Ik heb het zelf nog nooit integraal teruggekeken. Het lijkt me ook gewoon heel pijnlijk. Het ding was echt wel dat het hebben van die camera gaf mij echt een gevoel van veiligheid. Ik dacht, ja, mensen die een beetje logisch nadenken, die gaan niet iemand in elkaar rammen die een camera vast heeft, want je hebt meteen bewijsmateriaal. Maar de grote denkfout die ik maak is dat als mensen agressief zijn, dan denken ze dus niet logisch na. Sommige mensen die zijn gewoon heel agressief en die steken ook geen iemand neer met een mes en denken ook niet, oh, ik ga opgepakt worden voor moord of zo. Dat komt gewoon iets op. Dan zijn ze gewoon boos en dan moet er gewoon actie ondernomen worden. Als ik nou een keer een hartaanval krijg op stream, iemand belt wel een ambuutje voor je of zo, weet je wel. Maar bij dit soort geweldsincidenten, dan ben je niet helemaal veilig of zo. Daar heb ik van geleerd. Ik voel me nog steeds wel veel veiliger met een camera, want heel veel mensen kijken mee en zo, maar... Ja, je bent niet heilig of zo. Gedurende 2022 en 2023 is Rick fitter geworden en meer gaan sporten. Iets waar hij zelf op toegeeft dat hij erg trots op is. En ging hij beroemde concepten nadoen, zoals jachtseizoen om makkelijk te kunnen liften. Daarnaast wilde Rick ook werkervaring op gaan doen in een cocktailbar. Ik gok dat dit niet gelukt is, want hij heeft er niks meer over geüpload. Nou, van mijn eerste werkdag bij de cocktailbar kwam ik en zei hij, oh ja, kak, was dat nu? Ja, laat maar. De keer daarna... was het eigenlijk veel te druk ook. En toen ging ik na 2 uur weer naar huis. En toen de keer daarna was het een beetje onduik of ik nou wel of niet moest komen. En toen had ik het maar 2 dagen van tevoren afgezegd, omdat ik een keer andere plannen had. Toen was het, nou, dit gaat gewoon niet werken. En op een gegeven moment kan je gewoon dat je moet werken op een donderdagavond. Maar ik had ook een campagne aangeboden van, hey, ga even streamen voor 2000 euro. Dan moet je gaan zeggen, nee, sorry, ik ben dan bij de cocktailbar werken of zo. Die 2 uurtjes die ik gewerkt heb, ik had er echt heel veel lol uitgehaald. Gewoon een beetje tafels langs met mijn iPadje en zo. Ik vond het echt super leuk, maar... het werkt gewoon echt niet, die vastigheid, zo in de avond ook nog. Maar het waren echt 2 fantastische uren inderdaad bij de cocktailbar. En weer door. Rick heeft sinds een maandje geleden ook een extra kanaal waar hij nu al zijn stream highlights op upload. Ja, het zouden meer streamers moeten doen. Alhoewel, bij Morog en Kaak staat geloof ik gewoon 90% van hun hoofdkanaal momenteel. Het is dat ik het airhorn geluidje momenteel die op mijn streamdeck heb staan. Anders had ik hem gebruikt. Ja, dat is wel zo. Dit was de Videostudio. Tot de volgende. Nou, echt een hele toffe video. Het enige wat echt nog een beetje mist naast leraaropleiding is denk ik toch dat het kanaal recentelijk echt nog meer veranderd is. Vooral in video's met een cameravrouw erbij. Die toch echt nog wel een heel stuk hoger in kwaliteit liggen. En dat vanaf januari dus echt de views echt veel hoger zijn. Vooral omdat ik gewoon zelf niet meer de thumbnails maak. Ik heb meerdere fases thumbnails gehad. De eerste fase was de meest erge fase. Dat was gewoon hetzelfde plaatje de hele tijd met een ander getal. En de tweede fase was de plaatjesfase. Dan had ik wel al een soort overlay met mijn hoofd erin en de naam van de game. En dan iedere keer andere plaatjes erin. Ik dacht dat het heel erg werkte, maar het was heel chaotisch. Pas later kwam ik erachter dat less is more, weet je wel. Ik vond het vooral heel fijn. Als de thumbnails wel herkenbaar van 1 serie zijn. Dat je lekker door kan klikken, dat je een afleveringnummer ziet en zo. Dus op een gegeven moment ging ik dan wel een soort overlaytje hebben. Ik heb er nog wel veel plaatjes in trouwens hoor. Ze hebben nooit helemaal uitgegaan. Tot de laatste fase, die toch wel is, ja, vind ik zelf. Dat werk een beetje verzorgde thumbnails, gemaakt door thumbnail editors en mensen die dat werk een beetje weten hoe Photoshop werkt. Door gewoon puur de thumbnails beter te maken en de video's wel ietsje beter. Maar vooral echt gewoon de thumbnails is het gewoon zo hard gegroeid. Van alle thumbnails die je hier ziet, is dit denk ik de enige die ik zelf heb gemaakt. Ja, dat is denk ik alles wat ik erover te zeggen heb. Hele toffe video. Blijf lekker doorgaan, de videostudio. Ik vind het echt heel leuke video's. Mocht ik ooit nog een keer bijna vergeten zijn, hoop ik wel dat er nog een deel 2 komt met waar het allemaal is misgegaan. Ik ben heel benieuwd naar je bevindingen.